Het schaarse voedsel was nog slechts bij inlevering van bonnen of via de zwarte markt verkrijgbaar. Maar toen de geallieerde legers Zuid-Nederland bevrijden, stokte ook de aanvoer van kolen naar West-Nederland. De brandstof voor verwarming en het maken van elektriciteit en gas om op te koken raakte op. De elektriciteitscentrales en de gasfabrieken vielen stil. En dat met de winter in aantocht. Om toch iets te kunnen koken, werden er piepkleine noodkacheltjes gemaakt, waarin fijn gehakte meubels, het vloerzeil en stiekem omgehakte bomen werden verbrand. Daarom organiseerde de overheid een heel systeem van centrale keukens en uitdeellokalen. Op woensdag 29 november 1944 kon daarmee in Rotterdam worden gestart. Het bioscoopjournaal van Polygoon maakte van deze gebeurtenis een filmverslag. Verspreid door de stad waren er 50 uitgiftelokalen ingericht, waar de bevolking tegen inlevering van een coupon, 1 liter per persoon, een waterig soepje kon krijgen. Gekookt werd er bij bedrijven die voor hun productie al over grote ketels en dergelijke beschikten, zoals bij de Heineken en Chamin. Maar ook daar liet de brandstofschaarste zich voelen, waardoor soms alles wat maar wilde branden als brandstof gebruikt moest worden, zelfs steenkoolteer. Alleen de personen die niet meer over een kookgelegenheid beschikten, mochten onder strenge voorwaarden van de gaarkeukens gebruik maken. Slechts als men op het aangegeven uur bij het aangewezen uitgiftelokaal zich meldde, met de juiste coupon, kreeg men soep. Zo ging de bevolking van Rotterdam de hongerwinter in.